Goedemiddag allemaal, hier vandaag weer Laura Walter van Edutrainers en in mijn tweede interview voor de Teacher Tech Heroes mag ik vandaag Jasper interviewen. Hoi Jasper! Hoi! Jasper, zou je even voor iedereen willen voorstellen? Dat wil ik zeker. Ik ben Jasper van den Noord, ik ben docent op het Bredero College in Breda, een school voor voortgezet speciaal onderwijs cluster 4. Dus we hebben vooral leerlingen met gedragsproblemen. Ah, nou, dat is mooi. En hoe lang geef je al lessen, Jasper? Ik geef nu ongeveer 10 jaar les, waarvan de eerste 4 jaar op regulier basisonderwijs en nu de laatste 6 jaar op het voortgezet speciaal onderwijs. Ah, super. En is jouw keuze geweest voor het voortgezet speciaal onderwijs maar echt een bewuste keuze geweest? Vertel het ons. Het is geen bewuste keuze geweest. Ik wist wel al vanaf de PABO dat ik wel iets wilde met speciaal onderwijs of met leerlingen die net iets meer nodig hadden. Maar 6 jaar geleden ben ik door een collega nu dan, ben ik gevraagd om eens te komen kijken. En eigenlijk sloeg dat zo aan en zochten ze mensen en ben ik daar ook gewoon blijven hangen. Ja, super toch? En volgens mij wacht je ook al een tijdje als je uitslag krijgt over een bepaalde titel, toch? Ja, dat klopt zeker. Ik ben genomineerd voor leraar van het jaar, speciaal onderwijs. Samen met Wouter en met Ron. En Ron is ook een directe collega van mij. Oh, echt? Oh, kijk, dat is leuk. Nou, Ron, die gaan we ook wel, denk ik, binnenkort interviewen. Maar dat is leuk, dan hebben we gewoon 2 ervaringen ook binnen dezelfde school. Nou, zoals je weet, de Teacher Tech Heroes heeft eigenlijk de missie om een beetje meer inzicht te geven in al jullie superpowers, hè, als leraren rondom digitaal onderwijs, digitale geletterdheid. En ik ga je wat vragen stellen voor onze kijkers. En hopelijk kan je ze helpen met jouw inzichten, maar kan je ze ook eigenlijk laten zien dat jij, maar heel veel van je collega's, allemaal Teacher Tech Heroes zijn. Begin gelijk met mijn eerste vraag. Hoe hebben jullie jullie digitaal onderwijs georganiseerd in de tijd van corona? Dat hebben wij eigenlijk als docenten allemaal een beetje apart gedaan. Er zat niet echt één lijn in. Maar wij zijn vooral gaan kijken wat bij onszelf past als docent. En ik heb dat vooral echt gedaan op afstand. We hebben natuurlijk lesgegeven aan 2 verschillende groepen. Het was 2 verschillende lockdowns. Bij de eerste lockdown had ik een groep dat vond echt niet fijn om elke dag online te zijn. Dus daar gaf ik maar 1 keer in de week eigenlijk alle lessen zoveel mogelijk achter elkaar. En was ik daarnaast gewoon wel stand-by voor vragen. En bij de tweede lockdown had ik juist een klas die zeiden, nee, we willen gewoon elke dag, elke ochtend even een half uurtje met z'n allen samen. Kijken of we elkaar nog even kunnen helpen, om elkaar te zien, om met elkaar gewoon even te kletsen. En van daaruit zijn ze aan hun werk gegaan. Ja, precies. Want je geeft aan, hè, jullie hebben dus ook les gegeven op afstand, hè, want het speciaal onderwijs had toch gewoon ook de mogelijkheid om les te kunnen geven op school. Is daar bij jullie dan een bewuste keuze in gegeven om juist veel meer op afstand te werken en les te geven met de kinderen? De eerste lockdown moesten wij ook echt dicht. Ja, maar bij de tweede lockdown hebben wij de 3 of 4 weken, durf ik niet helemaal te zeggen, want in die tijd is ook mijn tweede zoontje geboren. O, kijk, ja, heel belangrijk. Maar datum weet ik dat niet allemaal meer helemaal. Maar toen zijn wij wel snel weer geopend. Ja, kijk, dat is en ook wel. En wel met halve klassen. Dus toen zeiden we ook, oké, halve klas op school, halve klas thuis. Dus moest jij ook dan als docent gewoon hybride onderwijs gaan geven dan? Met een deel van jouw klas thuis en een deel van jouw klas in het lokaal? Nee, wij hebben ervoor gekozen om gewoon de ene dag alle lessen te geven en de dag erna dezelfde lessen. Oké, ja, super. Zodat ja, je merkt dat heel veel, er zijn heel veel smaakjes eigenlijk, hè? Iedereen heeft het ingericht naar eigen inzicht en ook het wisselt ook binnen een bestuur of binnen verschillende scholen ook. Dus het is echt binnen onze klassen, hoor. Was er ook wel een verschil.
Ja, absoluut. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar je leerlingpopulatie en te kijken wat het beste past op dat moment. Hè. Het was toch wel een tijd waar het allemaal voor iedereen vrij onzeker was. Dus, ja, en ik heb dit ook echt al besproken met de klas van wat ze zelf fijn vonden en hun ook de keuze gegeven. Dus zij wilden echt deze keuze. Ja, kijk, dat is mooi, hè? Want in een interview die ik dus ook heb afgenomen met Kirsten, zij zei dat ook. Er is enorm veel overleg geweest met, ja, in haar geval de studenten, om te kijken wat paste het beste en wat hun wensen waren. Dus het is echt gewoon met elkaar gedaan. Dat is heel erg mooi om te horen. Ja. Heel gaaf. Wat vond jij absoluut goed gaan in deze periode? En dan nog steeds in relatie met technologie integreren in je onderwijs. Wat heel goed was, in ieder geval bij mij, ik heb echt filmpjes van tevoren opgenomen. En het leuke was, je was nu thuis, dus je kon veel meer uit de kast halen voor bijvoorbeeld een wiskundeles of voor een aardrijkskundeles. En daarvan heb ik allemaal filmpjes gemaakt en heb ik die gedeeld met de leerlingen. En heb je dat ook gedeeld ergens gewoon binnen je school, voor je collega's ook, om daar gebruik van te maken of nog breder? Ja, met één vaste collega, want die had dezelfde groep eigenlijk. Alleen dan andere leerlingen, maar hetzelfde niveau. Dus ja, daarmee wel gedeeld. En dan deed ik 3 vakken en mijn collega deed ook weer 3 andere vakken. En we hadden een stagiair die ook weer 2 vakken deed. Oh, kijk, maar dan hebben jullie echt ook gewoon het totaal lesaanbod dan echt mooi kunnen splitsen en kunnen kijken met elkaar hoe jullie eigenlijk het beste gewoon alles konden dekken, maar dan op verschillende manieren. Ja. Heel dan, gaaf. Mocht het zo zijn dat wij inderdaad bijvoorbeeld ziek zouden worden, stonden die filmpjes gewoon online. Dus jullie hadden een backup op de backup gecreëerd. Ja. Dat is wel heel slim. Dat is speciaal onderwijs. Nee, maar dat is echt super gaaf. En dat is echt ook heel mooi om te zien dat en jullie daar echt ook gewoon samen hebben over nagedacht. En dan ja, ben ik toch geneigd, hè, want we zijn natuurlijk heel positief en we delen hele mooie verhalen. Maar ik moet toch jou deze vraag stellen. Wat ging er wat minder goed? Wat vond jij uitdagend? Ja. Nou ja, dat lag eigenlijk niet zozeer aan ons, maar dat was toch wel de internetverbinding. Ja, toch wel een vraag. Het is gewoon niet altijd even goed. En je merkt gewoon op het moment dat iedereen op dat moment echt iets moet doen online, ja, wordt die verbinding gewoon zo traag, zo slecht. Ja, en dan houdt het soms wel eens op, dan val je er opeens uit. Ja, precies. Oh, dat lijkt me frustrerend. Ja, dat lijkt me wel heel erg frustrerend dat je dan echt gewoon die externe factoren hebt, hè, terwijl je echt les wil geven, die dan een beetje zo van die verstoorzender zijn in je lesmoment, hè? Ja, vooral voor leerlingen is dat heel frustrerend. En als ik dan kijk naar onze leerlingen, ja, als ze die frustratie opbouwen, dan kan er nog wel eens iets sneuvelen bij hun thuis. Ja. Gelukkig had ik goed contact ook met de ouders. Kijk, maar dus ja, het is dus wederom, hè, ook hier hoor ik dat het echt weer teamwerk is. Ja. En het is ook gewoon, ik denk dat niemand erop voorbereid was, hè, om gewoon zo een belasting te doen op de bandbreedte van het internet. En nou, ik denk dat er inmiddels wel al genoeg stappen zijn genomen binnen alle scholen, hoop ik, om dit wat beter te faciliteren. Nieuw schooljaar, net gestart toch, als ik het goed heb? Ja, vandaag toevallig. Ja, vandaag, kijk, naar nou, kerstfeest van de pers, nog helemaal in de goede flow. Wij zijn in Noordal gewoon al 2 weken onderweg en hebben we al kunnen genieten van het 5 dagen quarantaine. Dus we zitten er weer helaas volop in. Dus, hè? Ja, wij dan mogen nog een week even volledig en dan mogen wij weer in quarantaine. Oh ja, weet je, daar nou, hopelijk gewoon niet te veel en niet te veel factoren. Maar je merkt gewoon dat, dat is de actualiteit. We zitten in die werkelijkheid. We vallen toch wel terug in gedwongen lesgeven op afstand. Maar ik merk ook al dat heel veel scholen hier best wel goed hebben over nagedacht. Anderen wat minder en dat loopt dan best wel stroef. Wat zou je echt willen meenemen van die periode, hè, van 1,5 jaar die we nu hebben gehad, voor de komende periode? Wat wil je behouden? Wij werken dan met de Google Classroom. Ja. Wij hadden echt 2-3 dagen voordat wij in lockdown gingen, was dat helemaal geregeld bij ons op school. We hadden alleen verder nog geen cursus of iets gehad, dus we moesten het echt zelf uitzoeken op dat moment. Maar het was echt een uitkomst. Ja. En daar wil ik gewoon echt mee verder. Dat daar gewoon alle lesstof in ieder geval op staat,
Zodat de leerlingen altijd meteen kunnen zien, mochten ze thuis zijn, wat ze moeten doen die dag. En ze hoeven niet eens ziek te zijn, maar ja, als ze in quarantaine moeten, ja, dan moeten ze toch wel iets doen. En dan kunnen ze altijd aan de slag. Ja, precies. Dus jij geeft eigenlijk aan, hè, dat jullie dan verder gaan uitbreiden rondom het gebruik van de Google Classroom. En eigenlijk in dit geval deze tool gaan gebruiken om een soort continuïteit te bouwen in het lesaanbod. Kost het jou meer moeite als docent om dat erbij of in vervanging van iets anders in te richten? Voor mij kost het geen extra moeite, maar ik ben er wel heel handig mee. En eigenlijk hebben ze me, nou ja, onofficieel wel benoemd tot ICT-coördinator hier. Dus als er iets is, dan komt iedereen ook naar mij toe. Ja, en dat gebruik ik dan ook gewoon, ja, dan is het voor mij makkelijk. Terwijl het voor collega's wat lastiger is, die gebruiken dan weer andere dingen. Ja, precies. Merk je wel dat vanuit ook je collega's en gewoon rondom, hè, in je onderwijslandschap, dat er echt worden nu gezocht naar echt een beetje structurele oplossingen om de continuïteit van het onderwijs gewoon echt te kunnen borgen. Ja, ja, ze zijn echt wel op zoek. En wij ook natuurlijk van, nou, oké, hoe kunnen we nou zorgen, mochten we ooit weer thuis komen te zitten, om wat voor reden dan ook, van, wat kunnen we dan wel gebruiken en wat kunnen we juist niet gebruiken? Ja, precies. Ja, het is toch wel heel erg belangrijk, hè? Want de situatie blijft onzeker. Dus, en aan de andere kant is het ook wel mooi dat we gewoon al die mooie tools meenemen. Het maakt niet uit welke platform, maar het gaat om echt, hè, de vaardigheden die we de kinderen leren. En straks met de invoering van digitale geletterdheid in het curriculum, dan moeten we er toch op voorbereid zijn. Welke gouden tip heb jij voor een andere mededocent of medeleraar? Het is eigenlijk ook al waar ik mee begon. Blijf vooral bij jezelf. Kijk wat voor jou makkelijk is, wat bij jou het beste past. En gebruik dat ook. Want het is als docent het beste als je gewoon jezelf bent naar je leerlingen. Ja, anders precies. Toch wel door de mand. En leerlingen merken dan ook dat je dingen doet die niet zo jouw eigen zijn. En nou, dat vind ik echt zo'n mooie afsluiting eigenlijk. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen. Ik vind het zo'n mooie eigenlijk tip voor anderen. En blijf nieuwsgierig, blijf jezelf, blijf proberen. Maar inderdaad, gewoon blijf trouwen aan de kern van wie je bent. Absoluut met je eens. Nou, Jasper, ik wil je onwijs bedanken. Ik hoop dat we heel veel andere leraren mogen inspireren met dit interview. En als je benieuwd bent naar de andere video's van de Teacher Tech Heroes, ga neem een kijkje op het kanaal van Edutrainers op YouTube. En blijf ons volgen en digitaal leven lang leren. Dankjewel, Jasper. Doe dat zeker. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ben jij klaar voor jouw onderwijsevolutie? Sluit je ook aan de beweging van de Teacher Tech Heroes? Meedoen is eenvoudig. Volg ons ook op social media en deel jouw successen. Samen zijn wij de Teacher Tech Heroes.